Gaan die grenzen nu dicht? Of wat is het? Wat is het? Zijn we daar nog niet over uit? Want ik zag Wilders met dat film. Hij had toch zo'n filmpje van 2 minuten. Waarin die bepleitte dat de grenzen dicht moesten. Mm. En ik vond het zo jammer ook om te zien. Want ik mag hem heel graag, Wilders. Mm. Ik vind hem echt een hele toffe pik. En ik weet niet wat hij zegt allemaal. Maar ik vind hem gewoon lachen. Gewoon iemand die ik het gelijk gun en zo. Maar hij doet dat dan gewoon onhandig of zo. Hij doet dat onhandig. Want ik snap wel dat hij trucjes toe moet passen in zo'n speech. Maar snap je, om een bepaald slag mensen van een bepaald niveau aan te kunnen spreken en te kunnen raken. Maar die trucjes zijn zo opzichtig. Dus dan begint hij over een invasie. En dat is zo'n goedkoop trucje. Want dat, ja, een invasie, dat ja, klopt grammaticaal wel. Maar ja, nu klinkt het ineens alsof het groene marsmannetjes zijn die onze vrouwen komen verkrachten. Snap je? En daarna begon hij over, ja, en elke vluchteling kost ons 36.000 euro. Wat waarschijnlijk ook wel klopt. Maar dat zegt hij dan ook weer net zo. Dat ik denk, dat is veel. Ik heb maar 10 euro. Snap je? En op een gegeven moment zei hij ook nog van, ja, weet je, we gaan geen mensen binnenlaten die nog nooit ook maar een cent hebben bijgedragen aan onze welvaart. En dat is ook weer iets wat dan heel lekker klinkt, maar eigenlijk helemaal geen hout snijdt. Want hij doet ineens alsof wij elke ochtend naar ons werk gaan met het idee, lekker bijdragen aan de welvaart. Terwijl dat is niet waarom je naar je werk gaat. Je gaat naar je werk om te vreten en om te kopen, hè? Niet op je werk vreten. Dat is een beetje raar. En drinken en geld hebben om leuke dingen ernaast te doen. En ja, dat doe je dan met het minst kutte baantje dat je blijkbaar kon krijgen. En op een gegeven moment doe je dat in je eigen land. Want ja, daar woon je, snap je? En ja, dit is gewoon waar je woont. Maar dat is niet actief bijdragen aan de welvaart. En hij doet dus daar alsof wonen, alsof dat heel knap is. Alsof dat, snap je? Ja. Terwijl wonen is gewoon, hier wonen is geen vaardigheid. Dat is gewoon uit de kut van je ma komen en niet verhuizen. Snap je? Ja, dat is hier, ja. En, nee maar... Ja. Dus wat hij eigenlijk zegt is, ja, je mag hier pas komen wonen als je hier woont. En dat kan dus helemaal niet. Dat kan helemaal niet. En daarna gaat hij dus ook nog heel makkelijk gaat hij daarna zeggen, en als we dat allemaal doen, nou, dan maken we dus de mensensmokkelaars ook nog lastig. Dan doet hij alsof dat argument erbij hoort. Terwijl, dat is helemaal niet zo. Het ging de hele tijd over, liever geen stinkende, bange mensen in mijn land. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dan ineens, dat is ook niet hartelijk van mezelf. Nou, dan zeg ik daarnaast gewoon, ik vind smokkelaars stom. Snap je? En denkt hij dat het helemaal goed komt. Dat is zo simpel, snap je? Ja. Ik wil alleen nog zeggen, ik vind het leuk dat artiesten zich inzetten.